De insteek van het panna-voetbal is eenvoudig. 1 tegen 1 en de tegenstander zo snel mogelijk door de benen spelen. Een van de deelnemers tijdens panna-evenementen is de 24-jarige Castricummer Hendrik Ploegaert. Vroeger ben ik veldvoetballer geweest. Ik heb echt tot mijn tiende levensjaar heb ik geveldvoetbald. En uiteindelijk vond ik het niet meer zo leuk. En toen zag ik op YouTube een filmpje. Nou, en dat was van straatvoetballers, de eerste straatvoetballers echt. En dat vond ik zo leuk. Ik ben het gewoon gelijk gaan trainen. En vanaf toen ben ik eigenlijk een beetje verslaafd geworden aan voetbal. En op pleintjes getraind, toernooien bezocht en steeds maar beter geworden. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Met straatvoetbal ben je eigen baas. Je mag trucjes doen, alles wat je wilt. En dat is het mooie ervan. Je tegenstander een beetje imponeren door gewoon jouw vetste trucs te laten zien. Nou ja, en als je dan nog een panna maakt, dus de bal door iemands benen speelt, dan heb je helemaal hem vernederd. En daar draait het ook een beetje om bij deze sport. Hendrik doet het niet alleen. Hij krijgt mentale steun van zijn vriend Faisal, die hem helpt zich optimaal op de wedstrijden voor te bereiden. Ze hebben elkaar ontmoet op een voetbaltechniekschool in Zuidoost-Beemster. Ja, gewoon even wat ik wil, dat je ontspannen, het veld op gaat. En eerst wat plezier gaan maken, want we hebben heel jaar getraind. Ja. Heel jaar geoefend. Ik weet wat je kan, jij weet wat je kan. Doe waar je goed in bent, ja? Ja. Nou, wat hij doet is 1-minute coaching. Dus dat is 1 minuut zoveel mogelijk power en kracht geven, dat ik mentaal zeg maar er tegenaan kan. Dus gewoon zeggen van jij gaat Noord-Holland verdedigen. Jij gaat gewoon laten zien dat jij de beste bent. En net even dat setje geven waardoor ik de kracht krijg om door te gaan spelen. En helpt het? Het heeft wel geholpen, maar het hangt natuurlijk altijd af van je kwaliteit hoe goed je voetbalt. Hè? Maar het heeft wel geholpen om de zelfvertrouwen te vinden. Tijdens het open panna-knockout in Den Helder kwam Hendrik tot de kwartfinale en verloor van de wereldkampioen panna Ilyas Nasri uit België. Wat je vaak ziet, met name in deze scene, de panna-knockout scene, komt uit eigenlijk de grote steden, achterstandswijken, het straatvoetbal. Het echt een beetje het ghetto gevoel. Nou, zie je ook de meeste jongens die hier rondlopen ook uit die achterstandswijken komen of ghetto wijken komen en een bepaalde attitude hebben. Die je dus in Noord-Holland Castricum enorm mist. Hè? Het is echt met alle respect, een beetje boerendrop vergeleken met Amsterdam, Antwerpen en alle grote steden. Waar de jongens toch wat meer gehard zijn. Een beetje streetwise. Lekker gespeeld. Respect. En die streetwiseheid heeft ook een bepaalde image en stemming die ze in hun hoofd hebben. Nou, en daarmee proberen ze dus te imponeren of provoceren. En dat is natuurlijk voor iemand uit een kleine dorp als Castricum, stad misschien, is dat natuurlijk best wel, kan dat intimiderend zijn. Het was gaaf. Het mooie is dat je het gaaf vond. Ja. Een jaar geleden had je hier niet gestaan. Je thuis ziek. En nu sta je er. Nou, volgend jaar wel even hogere plek hoor. Tuurlijk. Gaan we voor de halve finale. Tuurlijk.